Welkom lezers van Meemelijk Actueel bij alweer de 16e vlog van mij over de verbouwing van het Bakkerijmuseum. Gisteren hebben we hier in het museum een groot deel van onze vrijwilligers mogen ontvangen. Die hebben een zogeheten sneak preview gegeven. Dus die konden kijken hoe hier het entreeverhaal was. Inmiddels is het ook zo dat de elektriciteit wordt aangelegd. De waterleiding is aangepast. En de lift staat helemaal klaar voor de installatie. Dus volgende week waarschijnlijk kan ik hier op een knopje drukken. En dan gaat de lift omhoog en omlaag. En wat verder heel leuk is wat gebeurd is, is dat de oude deur die we gevonden hadden tijdens de sloop van de voorzetwandjes. Die hebben we een ereplaatsje gegeven aan het einde van de conditorij. De wanden zijn inmiddels geïsoleerd. Die worden dan nog met plaat behandeld. En dan komen de tegels er tegen. Onder komt een hele grote bank en tafeltjes. En dan is dit dus datgene wat de bezoeker aan de conditorij ziet ongeveer. Keuken zijn de voorbereidingen volop mee bezig. Wordt groter dan die was. Wordt meer ruimte. Meer aanrechtblad, iets meer apparatuur ook. En dan lopen onze vrijwilligers zo vanuit de keuken de winkel en conditorij. En dan ben ik weer terug bij de plek waar ik net deze vlog begon. Ik ga nu even boven laten zien wat daar allemaal veranderd is. Nog wel even de liftschacht, dat is wel leuk. Hier komt dus de lift en dan kan je dus zo. Lekker. Naar boven. En boven is het wellicht allemaal nog veel spectaculairder wat gebeurd is. Want ik kan inmiddels vanaf de chocoladeafdeling doorlopen in de expositieruimte. Hier zijn alle tussenwandjes eruit gehaald. Dat betekent dat er één grote ruimte is ontstaan. Dat gaat veranderen, want onder andere de berging komt hier. Dat is een klein deel, zal weer betimmerd worden. Maar het blijft toch vooral een grote ruimte. En hier lopen we dan de vrijwilligersruimte binnen. De plek waar het kantoor zal komen. En dan eindigen we weer in de grote zaal. Die nu inmiddels niet alleen een dak heeft, maar ook een muur. Waar dan een groot scherm zal komen te hangen. Bovenramen. En vorige week kon ik hier nog het stadhuis van Meemelijk zien. Maar inmiddels is ook daar een dak op gekomen. Nou, terwijl de motoren hier volop van de zonnige zondag genieten, zou ik tegen u zeggen graag tot de volgende week. En dan zal ik waarschijnlijk de lift omhoog en omlaag kunnen nemen. En, ik heb daar nou al zin in. Graag tot volgende week.